Jurgen, nou, hoe is het met je eigenlijk? Ja, goed. Weer een goede week erop zitten en morgen weer een wedstrijd en dat doe je het voor, dus daar kijk je wel naar uit. Ik kan me voorstellen dat jij je als getraind hebt met minder rumoer, zeg maar. Ja, nee, de lucht die hier rondhangt en het geluid wat je hoort, dat ja, het is aanwezig en je doet er niks aan. Ze zijn hard aan het werk voor het stadion, dus het moet ook gebeuren, dus ja, daar hoor je ons ook niet over klagen. Nee, maar dan doe je zo'n partij voor hem, hè, zie ik dan. Is het dan een beetje te doen, dat coachen, of is het toch wat harder schreeuwen voor je? Nou ja, als je bijvoorbeeld vorige week speel je bij Twente uit, dan moet je ook wel long uit je lijf schreeuwen om elkaar te horen. Dus misschien is dat ook wel een goede training, omdat het moet ook gebeuren. Maar nu, vooral tussen de partijtjes door, is het ja, lekker knus bij elkaar staan, anders hoor je elkaar niet goed. Maar ja, het lukt wel. Je begon al even over Twente uit. Was dat toch een verrassende zege voor jullie? Voelde dat zo? Nee, ik denk, wij weten wat we kunnen. En als wij zoals vorige week tegen Twente gewoon alles geven en echt als team een prestatie neerzetten, ja, dat we het gewoon iedereen moeilijk kunnen maken. Dus ja, of het voor mij als verrassing komt, eigenlijk niet. Want ik denk, als je ervan uitgaat dat je wedstrijden verliest, dan ga je sowieso niet lekker naar de wedstrijden toe. En zoals ik al zeg, als je als team ja, alles geeft, dan kan je het iedereen lastig maken. Ook heel weinig weggegeven daar. Ja, klopt. We stonden goed. We zakten wel ver in. Maar ja, als je dan niks weggeeft en twee keer scoort, dan maakt het niet uit hoe je het doet. Als je maar wint. Er zijn ondertussen twee nieuwe verdedigers bijgekomen. Masop en Argus. Ja, je gaat zeggen natuurlijk, ja, concurrentie is altijd goed. Maar vrees je ook niet een beetje? Nee, concurrentie is goed en daar word je beter van. Ik denk in de voorbereiding, ja, dan is het goed om concurrentie te hebben. Die hadden we niet. En ja, het houdt je scherp en je weet dat als je fouten maakt, dan staan de mensen klaar voor je. En ja, dat houdt je alleen maar scherp. Twente uit was een hele goede wedstrijd voor jullie. Er komt nu Groningen. Ik weet niet of je die wedstrijd tegen Feyenoord hebt gezien, maar ja, dat was niet heel best. Kan je daar nog iets mee in de aanloop naar zo'n wedstrijd? Nee, kijk, dat denk ik niet. Ik denk Groningen thuis is altijd sterk. Als ze dan 5-0 verliezen van Feyenoord, ja, dan kan je niks van zeggen. En, dat ze off day hadden, dat lijkt me wel duidelijk als je Feyenoord verliest, maar dat, ze hebben genoeg kwaliteit en we kijken er niet naar van dat het een makkelijke wedstrijd wordt. Tegendeel, juist, ik denk als je 5-0 verloren hebt, dat je juist het goed wil maken, dus dat je dan ja, een extra gretig Groningen tegenover je krijgt. En ze hebben genoeg kwaliteiten, dus ja, we kunnen er goed tegenaan. Weet je trouwens al dat je weer een nieuwe ploeggenoot hebt? Ik heb het half meegekregen hier achter op de tribune, maar dat is nog niet duidelijk geworden en alles. Dus ik denk dat als ik naar binnen loop, dat ik het te horen krijg. Ik kan het wel tegen je zeggen, hoor. Ik heb Ferry daar gesproken. Pantic komt hier, okay, inderdaad. Okay. Nee, dat is mooi. Ik heb gehoord dat het een goede speler is. Dus weer een goede speler erbij en worden we alleen maar beter van. Want er zijn er best wat gekomen inmiddels in de afgelopen weken. Ja. Ook een paar jongens die geen Nederlands spreken natuurlijk. Wat is dan een beetje, want eentje spreekt er niet eens Engels volgens mij, hè? Nou ja, ik denk dat je dat een beetje onderschat. Ik denk vooral op het veld dat je wat nodig is, dat begrijpen ze. En buiten het veld, ja, dan kan je kan met elkaar communiceren op een goede manier. En ja, buiten het veld is het gezellig. En op het veld, wat er gezegd moet worden, dat begrijpen ze dus. Tot nu toe zijn dat ja, geen grote problemen geweest. Die hoeken, nou, terwijl we met dit interview bezig zijn, zien we dat de eerste stoelen worden geplaatst, Jurgen. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, toen ik hier het begin van de week aankwam, toen had ik zoiets van, dat gaat hem niet worden, maar het ziet er steeds beter uit. Dus wie weet lukt dat allemaal. En ja, ze werken hard en ik heb geen idee hoe het allemaal zit. En ja, mij hoor je er ook niet over klagen. Maar dat gaat wel heel mooi worden, hè? Want als we het even afzien, zeg maar, dus dat er wel die stoeltjes trouwens daar geplaatst zijn, dan is het wel mooi, die hoeken dicht. Ja, absoluut. Het is mooier dan de grijze vlakken die er toen stonden. En ik denk dat het voor Excelsior ook alleen maar beter is. Dus, Als je nou nog in de Eredivisie blijft, dan blijft het goed gaan met deze club. Gaan die andere hoeken ook, denk ik? Nou, of misschien nog een ring er bovenop, je weet maar nooit. Nee. Dat zou helemaal mooi zijn, hè? Nee. Aan de andere kant kunnen er nog een paar hoeken bij. Dus ik weet niet, dat moet je bij iemand anders zijn dan bij mij. Maar het is allemaal leuk. Het wordt in ieder geval een stuk mooier erop. En ja, dat het beter is voor Excelsior, dat is ook wel duidelijk.